Kleine kinderen zijn gauw geneigd om kleine dingen in hun oor te zetten of in hun neus, of ze proberen het zelfs in te slikken. Daarom is het belangrijk dat er altijd een ouder in de buurt van kinderen is om ze in de gaten te houden. Maar soms kan het gebeuren dat op een onbewaakt moment er toch iets naar binnen gaat, zoals kraaltjes, speelgoedjes, vegertjes en meer. Dit was ook het geval met de jongen in deze video die naar zijn zeggen een gebroken potlood in zijn oor had. Kinderen halen altijd kattenkwaad uit. Maar Lewis King slaagt erin om dit naar een hoger niveau te tillen. Tijdens het spelen slaagde hij erin om iets in zijn oor te krijgen en wachtte een hele week voordat hij het aan zijn moeder vertelde. Blijkbaar had Lewis met een potlood gespeeld toen hij het in zijn oor had gestoken en het brak af, waardoor een klein stukje van achterbleef. Dus een week lang had hij met een afgebroken stukje potlood in zijn oor gelopen. Lewis werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht, waar een arts op de eerste hulp hem onderzocht en in zijn oor keek om te kijken wat erin zat. Lewis beschreef het potlood en zei dat het maar een heel klein stukje was. Begrijpelijkerwijs maakte de arts zich zorgen en haastte zich om het te verwijderen, omdat het te lang in het oor laten van een potlood uiteindelijk infecties of zelfs doofheid kan veroorzaken. Maar toen de dokter in zijn oor keek, realiseerde hij zich dat Lewis had gelogen over wat er precies in zijn oor vast kwam te zitten. En de echte dader was behoorlijk ongelooflijk. Toen hij het er eindelijk eruit trok, merkte de arts zelfs op dat het trommelvlies van Lewis volledig was verdwenen. Gelukkig groeit het trommelvlies in de loop van de tijd terug en moet het binnen 6 weken weer normaal zijn. Benieuwd wat er echt in Lewis' zijn oor zat? Het is echt moeilijk te geloven en het is hilarisch hoe Lewis er zo lang en zo gedetailleerd over heeft gelogen. Het blijkt dat Lewis een horlogebatterij in zijn oren had gezet die al lange tijd daar was. Het grootste gevaar van dingen in je oor stoppen is dat je niet kunt zien wat je doet en mogelijk aanzienlijke schade kan veroorzaken, zei Dr. David Stutz van de Universiteit van Michigan op zijn website. Je kunt niet alleen de gehoorgang irriteren, krabben en doorsnijden, maar je kunt ook het trommelvlies beschadigen. Mensen realiseren zich niet dat de oorsmeer die ze op het oorwatje zien er toch uit zou zijn gekomen omdat het oor zichzelf reinigt, zei hij, verwijzend naar het potentiële gevaar van oorwatjes. Een zoemend geluid in zijn oor. Een ander verhaal van iets in de oren hebben is dat van een 9-jarige jongen die een zoemend geluid in zijn oor hoorde. Er zijn enkele geluiden waarvan je hoopt dat je ze nooit zult horen. Bijvoorbeeld het zoemende geluid van een teken die zich in je trommelvlies nestelt. Volgens het rapport dat werd gepubliceerd in het England Journal of Medicine is dit precies wat er gebeurde met een 9-jarige jongen in Connecticut die naar de dokter werd gebracht omdat hij zei dat hij het gevoel had dat er iets in zijn rechteroor zat. De jongen had ook enkele dagen eerder gemeld dat hij zoemende geluiden in zijn oor hoorde, maar had geen oorpijn of gehoorproblemen. De oorzaak van de jongen zijn problemen werden echter meteen duidelijk toen artsen in zijn oor keken en een teken op zijn trommelvlies zagen. Ze merkten ook op dat de omgeving ontstoken was. Dr. David Castle van het Yale New Haven Hospital, die de patiënt hielp, zei dat hij nog nooit zo'n geval had gezien, maar voegde eraan toe dat dergelijke gevallen zelden voorkomen. Het zoemende geluid dat de jongen een paar dagen hoorde voordat hij naar de dokter ging, was waarschijnlijk het geluid van de teek die door zijn gehoorgang kroop. In wezen geldt dat hoe dichter elk geluid bij het trommelvlies komt, hoe luider het wordt gehoord door de patiënt, vertelde Castle. Naarmate dit insect steeds dichterbij kwam, hoorde de jongen het waarschijnlijk steeds luider. Tegen de tijd dat de artsen de teek zagen, leefde het beestje niet meer, zei Castle. De collega van Castle, Dr. Eric Waldman, hoofd pediatrische ortholaryngologie in het Yale New Haven Children's Hospital, probeerde aanvankelijk de teek te verwijderen. Maar de monddelen van de teek waren begraven in het buitenoppervlak van het trommelvlies, waardoor het moeilijk te verwijderen was. Het kwam er niet gemakkelijk uit, zei Castle. De jongen moest worden overgebracht naar een operatiekamer, zodat artsen konden proberen de bloedzuiger te verwijderen terwijl hij onder algehele narcose was. Artsen gebruikten een haakachtig instrument om de dode teek te verwijderen. Het werd later geïdentificeerd als een Amerikaanse hondenteek, of Dermacentor variabilis, stond in het rapport. Nadat de teek was verwijderd, ontving de jongen antibiotische oordruppels om te voorkomen dat er een infectie ontstond. Een maand later ging het goed met de jongen. Hij had geen tekenbeet-gerelateerde ziekte opgelopen en zijn trommelvlies was goed genezen. Na 6 maanden uit haar neus. Kleine kinderen steken vaak kleine dingen in hun kleine neus.
Het is een van de rare mysteries en praktisch onvermijdelijk tijdens het opvoeden van een peuter of kleuter. Als ouder moet je erop voorbereid zijn dat op een dag een rozijn, een stuk krijt, een kraal of een kiezelsteen zijn weg naar een neusgat zal vinden. Een moeder ontdekte op een harde en soort van vieze manier dat wat erin komt op de een of andere manier eruit moet komen. Kathleen Powell is de moeder van Chloe, een 5-jarig meisje dat heel erg schattig is. Maar gedurende 6 maanden had de kleine een beslist niet schattige loopneus die dikke stinkende snot produceerde. 2 verschillende artsen leken er niet achter te komen wat daarvan de oorzaak was. Zelfs de voorgeschreven antibiotica leek niet te helpen. Iedereen was stom verbaasd. Maar toen de oom van Chloe op bezoek was en het kleine meisje zei haar vieze neus te snuiten, kwamen ze er al snel achter waarom antibiotica het probleem niet kon oplossen. Antibiotica, hoewel geweldig om hardnekkige besmettelijke bacteriën kwijt te raken, zijn eigenlijk niet zo geweldig voor het losmaken van zwart gebakerde veiligheidsspelden. Chloe legde haar geschokte moeder uit dat ze 6 maanden geleden bij het bouwen van een kasteel met veiligheidsspelden dat ze eentje in haar neus had gezet en dat het na verloop van tijd gewoon was vergeten dat het in haar neus zat. Dat is geen goede zaak. Want het kan geen comfortabel gevoel zijn om 6 maanden lang vuile dikke snot in je neus te hebben die je sinusholtes verstoppen. Haar moeder zei in een bericht op Facebook dat de kleine, die zichzelf heeft gezegd dat ze zich 100% beter voelt, geneest als een kampioen. Moeder Kathleen Powell kreeg via internet wel veel negatieve kritiek te verwerken. Ze werd zelfs voor een waardeloze moeder aangemerkt. Hoewel Chloe zich misschien een stuk beter voelt, is de pijn van Kathleen net begonnen. Nadat ze naar voren was gekomen om dit verhaal te delen, omdat ze wilde dat andere ouders zich bewust waren van hoe gemakkelijk dit soort dingen kunnen gebeuren, was ze doelwit van haatmail en werd de spot met haar gedreven. Kathleen werd aangesproken op haar opvoeding en Chloe werd bestempeld als dom omdat ze de veiligheidsspeld in de eerste plaats in haar neus had gestoken. De artsen die Chloe probeerden te helpen, maar niet in staat waren de veiligheidsspeld te ontdekken, werden ook bekritiseerd. Het is gewoon kindergedrag dat zij proberen een heleboel troep in de neus te zetten om te kijken hoe ver die zal gaan. En dat vergeten ze ook nog om jou als ouder te melden dat ze wat in hun neus hebben zitten. Zelfs volwassenen doen het en zullen het snotproces moeten doorlopen om het object in de neus los te krijgen, net als Chloe. In feite kan het vergeten van een klein stukje tissue in de neus vaak een infectie veroorzaken die zich presenteert met grove, dikke, stinkende snot. Het wordt dan vaak behandeld met antibiotica als artsen het vreemde object over het hoofd zien, zoals gebeurd is met Chloe. Dus, wat doe je als je denkt dat je kind iets heeft vastzitten in zijn neus? Paul wist niet zeker dat Chloe iets in haar neus had, want het kleine meisje heeft het haar nooit verteld. Haar aanhoudende symptomen stoorden haar moeder. En als je ook jouw kind ziet met een neus die raar ruikende afscheiding heeft, vooral wanneer het beperkt is tot 1 neusgat, wil je het probleem bespreken met je arts. Die kan röntgenfoto's maken voor dingen die misschien over het hoofd zijn gezien. Als je zeker weet dat je kind peutert in zijn neus met wat anders dan de vingers, dan zijn er een aantal stappen die je zowel thuis als bij een medische professional kunt nemen om het object eruit te krijgen. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat een kleine batterij in een miniatuur neusgat past, ga meteen naar de eerste hulp als je kind er 1 in zijn neus krijgt, er 1 in zijn mond stopt of in een oor duwt. Als het zuur uit die batterijen op het slijmvlies komt of raakt, kan dit in enkele ogenblikken verwoestende effecten hebben. Een andere keer dat je regelrecht naar de eerste hulp moet gaan, is als het object zo ver is beland dat je het niet kunt zien of als het is losgeraakt en zich een weg baant in de keel. Omdat al die holtes met elkaar zijn verbonden, vormt de situatie een gevaar voor de ademhaling of een verstopping dat onmiddellijk door een arts moet worden aangepakt. Als je te maken hebt met iets dat minder gevaarlijk is, zoals een ert of een kraal die vrij dichtbij is en die je met het blote oog kan zien, probeer je kind dan eerst de moederkus te geven. Dat wil zeggen, blokkeer gewoon het niet geblokkeerde neusgat, plaats je mond over dat van het kind en blaas krachtig naar binnen. Het object moet gemakkelijker uitvliegen. Je kunt ook een pincet gebruiken om het object te pakken en naar je toe te wringen. Het is belangrijk om nooit een vinger of zoiets als een wattenstaafje te gebruiken om rond in een neusgat te vissen. Omdat dit het object verder de neusholte in kan duwen en dan zou je toch naar de eerste hulp moeten gaan om het eruit te halen. Intussentijd kan je voor de zekerheid misschien alle bouwmaterialen van het kasteel beperken tot zoiets als blokken of kartonnen buizen. Die zijn een stuk moeilijker om in de neus te laten verdwijnen. Dit was dan onze video over een kind die zei dat hij een potlood in zijn oor had. Maar toen artsen gingen kijken, vonden ze heel wat anders, zoals een batterijtje. Wat vond jij van dit verhaal? Heel bizar, hè? Heb jij als kind ook wel eens van dit soort kattenkwaad uitgehaald? Wat heb jij ooit in je neus of oor proberen te zetten? Laat je mening en antwoord achter in de comments. Vergeet ook niet om te liken, te abonneren en op het belletje te klikken,
om als eerste een notificatie te krijgen zodra we weer een nieuwe video hebben geüpload.